een manier om een dilemma te creëren met een heelhoek is door middel van de backstep naar de honey hole. Klinkt ontzettend fancy, maar je zal zien dat het wel meevalt. David zit, of hij ligt, dat maakt in dit geval niet uit. Weer gaat één voet in het midden. Eén voet gaat in het midden. Ik kan hier natuurlijk, zoals je hebt gezien, gewoon de knee cut pass gebruiken. In de BJ video staat hier die pass. Maar ik kan ook één voet in het midden. Hij verdedigt. En ik maak een backstep. Dus hier. Ik scoop zijn knie. En ik kruis mijn voet. Je kan hiervoor kiezen om een triangle te lokken. Je kan je voet te kruisen. Je kan ze tegen elkaar aan. Dat is allemaal minder belangrijk. Even vanuit de andere hoek. Voet aan de binnenkant. Ik duw met deze hand een klein beetje zijn knie naar binnen. Hier. Ik maak een backstep. Backstep betekent niks anders dan met je rug naar hem toe gaan staan. Stap. Scoop. Maar dit is belangrijk. Mijn knie wijst niet die kant op. Mijn knie wijst naar hem toe. Op het moment dat hij nu overeind wil komen, is dat die knie, kom maar zo omhoog, is dat deze knie die hem tegenhoudt, die weerhoudt hem ervan omhoog te komen. Goed, wat doen we vanaf daar? Belangrijk is ook hier weer dat mijn knieën voorbij zijn knie zitten. Dus ik knijp alles samen. Op het moment dat die hier te veel ruimte is, draait hij zich, ben ik hem kwijt. Dus bij elkaar. Alright, lukt het hier gelijk om de heelhoek aan te zetten, is dat fantastisch. Maar in de praktijk heeft hij dit been nodig, zal hij dit been gebruiken om die heelhoek los te trappen of binnenkant van mijn been en daar de ontsnapping gebruiken. Lang verhaal kort, gebruik dit been of controleer in eerste instantie dit been. Knijp je knieën samen en hier heb je een verschrikkelijk goede positie om hem te controleren. Ja, er zijn die straight footlocks, op hoger niveau zullen ze hier niet zo snel maar ook tikken. Oké, vanuit hier. Switch ik naar het andere been en mijn arm gaat er overheen. Dit is fout. Ik geef nu veel te veel ruimte in mijn knie. Ik moet alles samen blijven knijpen. Gaat mijn buik. Ik scoop het been of scoop zijn hiel. En nu ga ik hier. Nog een keer. Voet aan de binnenkant. Backstep. Scoop, knie is naar buiten, alles lokken. Als hier gelijk de heel zit, gelijk finishen. Gebruik die andere been ter verdediging, sluit je hem eerst op. Knijp alles samen, laat hem uitrazen, kook de boontjes. Dan, als het moment daar is, jij bepaalt wanneer dat is. Scoop, hier. Nu zie je, kom er makkelijker bij, omdat hij zijn gezicht die kant op draait. Met dat hij zijn gezicht zijn andere kant op draait, zal ik meer met mijn buik naar beneden moeten gaan en graven. Oké, met je gezicht die kant op. Dit is helemaal makkelijk. Hier, lok. En nu ga ik die kant op roteren. Nog één keer vanaf de andere engel. Voet aan de binnenkant. Duw, stap, scoop. En zitten. Lukt die? Moment, eerst die kant op met je gezicht. Lukt die gelijk? Zeker doen, gaat hij voor de vrede doen met zijn andere been. Sluit ik die eerst op onder mijn oksel. En dan ga ik naar wat ik echt wilde. Die hiel ook aan deze kant. Draait hij zich de andere kant op. Ga ik met mijn gezicht naar binnen. Grijp ik hem vanaf daar.